En daar zijn we weer met een splinternieuwe aflevering van POB The Judgment. Kimo, MC Excellent, Tim Beumers, Brain Power en ons gastjurylid Jason Bourne. We gaan het nu hebben over de battle tussen Shandy en een van mijn persoonlijke favorieten, Giant. En dan begin ik vandaag bij Jason. Yes. Wat was jouw mening over Shandy versus Giant? Ik heb bij Shandy degelijke pogingen. degelijke pogingen? Ja, eerste ronde. Tweede ronde was een choke. Volgens mij compleet gechoked, toch? Ja, tweede ronde was weer de gewoon... Ja, hij begon met een... Hij begon met een crowd reaction line, toch? Oh my god. Breek me de bek niet open. Mijn goede vriend Peter van Staveren, die maakte me daarop attent. Dat was toch zo, ja? Nee, hij begon met... Wie heeft de blablabla sessie van Giant gezien? Krekels. Wie heeft de Sonamo-sessie van Giant gezien? Blijkbaar was de hele ronde gezien. Niemand en zo. Dan ben ik mijn tekst kwijt. Niemand, dan weet ik niks meer. Ja, dat is iets in die geest, ja. Ja, dat was de kappersessie en de Sonamo-sessie. Degelijke pogingen, tweede ronde choke. Derde was reach heb ik staan. Dat is een beetje, ver gezocht. Een beetje bereik. Ik miste heel veel beledigingen. Ik vind dat je je tegenstander een beetje moet beledigen, belachelijk moet maken. Dat miste ik. Het slechte aanpak. En verder, dat was het een beetje. En Giant had ik, hij had iets over grap over surfen en zwemmen. Ja. Dat was grappig. Jullie zijn zo arm, jullie surfen niet over het internet. Ja, maar jullie zwemmen, zoiets. Ja. En je bent zo klein, je staand pijp of zo, dat was. Ik hoop dat je de lengte van je ma hebt, dan kan ze bestaan. Ja, zoiets. Tim ziet het gelijk voor zich natuurlijk. Ik ben ook lang. En je bent niet. Je bent zo gehandicapt. Dat was ook grappig. En dat je bij elke gambar 2 centimeter korter wordt of zo. Dat heb je ook, ja. Ik vind dat Giant soms overdreven doorgaat op een paar jokes, op hetzelfde onderwerp. Soms in negatieve zin, soms vind ik het te lang, weet je, te overdreven. Maar overdreven is ook soms, zeg maar, geniaal, dat je gewoon overdreven geniaal bent, weet je. Dus ik vind dat hij een soort balans moet vinden tussen, dat hij filtert, zeg maar, dat hij alleen maar overdreven dingen schrijft die... Ja, die positief uitpakken. Kan je dat iets duidelijker uitleggen? Want hij heeft natuurlijk heel erg zijn delivery mee. Je moet gewoon al om hem lachen als echt iets wat niet eens grappig is. Ja, bijvoorbeeld stel dat hij iemand aanpakt die dik is bijvoorbeeld. Dan gaat hij bijvoorbeeld 6 bars daarover gooien. Ja. En misschien zijn 4 daarvan goed. Jij denkt, hou het bij die 4 goede en pak een andere angle. Ja. Hij stekt gewoon one-liner op one-liner. Ja. Dat heb ik hier ook staan, zeg maar. Ik vind het super cool. Ja. Dat is ook echt wat ik tof aan hem vind. Je weet precies dat je dat kan verwachten van hem. Maar soms denk je ook, kan je meer? Ja. Maar je begint nu een soort van gierig te worden. Ik vind hem elke keer tof, maar ik kom nu in de vibe van, kan je meer dan dit? Ja. Kan je me nog harder laten lachen? Ik weet zeker dat je me nog harder kan laten lachen. Terwijl, ik vind hem wel tof. Want als hij, wat Waldo ook doet, toch? Ja. Gewoon joke. Je pakt één engel, je stackt ze gewoon. Klopt, maar wat Waldo wel doet is zeg maar een beetje afmaken. Maar echt iemand afmaken wil ik. En Giant is wel goed qua grapjes, veel crowd react en zo. En grappen zijn ook wel best wel hard. Maar hij maakt niet iemand af, zeg maar, dat hij iemand een bodybag geeft, zeg maar. Dat mis ik nog. Ja. Wat QC wel trouwens had, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Shout out naar QC. Ja. En maar Giant, super menige gast natuurlijk. Kimo, wat vond jij ervan? Ja, ik ben ook fan van Giant. Ja. Een van mijn favorieten van de Next Gen. Zijn intonaties te funny. Hij was denk ik vandaag op de 4e versnelling. Niet helemaal in zijn 5e versnelling, maar hij kwam goed uit de verf. Puur theater. Ik heb ervan genoten. Nou, de meeste zinnen die ik had opgeschreven, die zijn door de Milliman net al genoemd. Ik vond uit wat kin bars. En ik vond ook wat kin bars. Er zaten wat leuke dingen tussen. En ik vond het ook wel grappig dat hij eigenlijk een intro... De Milliman. Ook shout-out naar Kaaskoes natuurlijk. Zeker, shout-out naar Kaaskoes, absoluut. Even de bokaal laten zien van Jason Bourne en Kaaskoes. En ga door, Kimo. Wat ik grappig vond van Giant is dat hij eigenlijk een intro rebottelde. Want Jenny begon van rest in peace naar die en die en die. En toen zei hij eigenlijk van rest in peace naar Shandy. Omdat hij hem nu ging bodyen, zeg maar, dat was nice.
Shandy, ja, ik vond van Shandy dat zijn bars niet echt landen. Het was natuurlijk zonde dat hij die choke in de tweede ronde had. Ik vond zijn performance eigenlijk, om eerlijk te zijn, vandaag zwakjes. En Giant was on point. Duidelijk. Hashtag 10 tellen. Excellent. Ja, Giant, Giant is gewoon fucking awesome, man. Ik vind Giant echt nice. Giant is echt gruwelijk. Het lijkt wel alsof hij vandaag niet inderdaad op zijn vijfde versnelling kwam, man. Mm. Hij kwam niet tot zijn vijfde versnelling op een of andere manier. Ik weet niet wat het is. Was ook niet nodig, hoor. Nee, klopt. Maar ja, ik bedoel van ja, je moet in mijn opinie in een battle, maakt niet uit wie er tegen je staat, je maakt er wel een show van. Je tegenstander is bijna een bijzaak, snap je wat ik bedoel? Je kan niet zeggen van wat hij nu tegen Shandy gaat, dus minder in tussen haakjes, hoef je niet tot je vijfde te gaan. Ik zou op mijn vijf gaan, maakt niet uit wie tegenover mij staat. Ik ga iedereen gewoon zesde versnelling vriend, naar rechts. Bijvoorbeeld, maar wie er ook tegen je staat, ik ga gewoon nummer zes. Het is mijn show, jij bent de bijzaak, jij bent maar mijn target. Ik ga gewoon zo in mijn zes gaan en ik ga je smoken. En het lijkt alsof hij het van, ja oké, Shandy, ja, dat is bang. Vijf is genoeg. Nou, ik denk niet dat hij per se dacht dat omdat het Shandy was, maar dat... Ja, misschien is het onderbewustzijn. Misschien is het onderbewustzijn. Hij zei het zelf ook, dat hij niet, zeg maar, zijn allerbeste A-game had. Nee, maar ik bedoel, bijvoorbeeld, stel als Steph tegenover hem stond, denken dat hij wel 3, 4, 5 versnellingen hoger had te geven vandaag. Ja. Dan ja, tegen, ja. Dit snap je, dus ik, ik kon dat een beetje eraf aan aflezen. Maar excellent, jij hebt eigenlijk sowieso die mentaliteit, die killer mentaliteit moet je altijd hebben. Als je ja, je moet altijd gewoon gaan op iemand dwars door de grond te stampen. Gewoon. Maar nee, niet van, ja, je bent Shandy, je bent geen Stef, eerste keuze, ik ga hem in zijn 3 of 4 houden, is wel goed. Vriend, ga gewoon in zijn 6 en smoke de boel, man. En Giant heeft zoveel potentie, dus dan was hij gewoon nog... Giant is dead, man. Geweest, ja. Kijk, ja. Giant, zoals Jason zegt over het assen afmaken, Giant is de absolute topper vanaf het begin al. Meteen al een van de publieksfavorieten. Giant kwam gelijk met die ingrediënten, gelijk met die potentie. Hij begon meteen al te koken. Je moet je een beetje peper erbij gooien. Ja. Gooi die Madame Jeannette erin, gooi die Spaanse peper erin. Alleen dat nog en dan is het klaar, man. Die afmakers nog, klaar. Dan is Giant een bedreiging voor de top 3, man. Maar ik wil hem nu dan ook wel echt tegen een eerste keuze. Ja, ik ben down. Ik ben down. Als hun down zijn, de rappers onderling. Als hun down zijn, ben ik down. Let's get it, man. Giant tegen eerste keuze. Lijkt me fucking gruwelijk, vriend. Go, man. Lijkt me fucking gruwelijk. Dus eerste keuze als je het hoort als je down bent. Of Giant QC. Let's get it, man. Ja, maar Giant QC is weer een ander verhaal. Eerste keuze zit er al in. QC moeten we er nog in zien te krijgen. Snap je? Al heeft QC al een call-out gedaan, hè, vind ik van nigger. Je hebt een call-out gedaan. Giant gaat sowieso ja zeggen, dat weet ik nu al. QC, Giant, ik denk dat iedereen dat zal willen. The Battle of the Titans. Snap je? Maar ja, dat is in ieder geval een ander verhaal. Mitch tegen Frans, wie de grootste mogol is. Een ander verhaal. Is hè? Dat kunnen zijn even zijn tegenstander, wie... Shandy. Shandy, ik had de indruk dat Shandy niet wist wat hij moest doen. Als in, moet ik de Gunbar boy zijn? Of moet ik van die gunbars juist afblijven en laten zien dat ik ook kan rappen zonder de gunbars? Ik weet niet, dat komt bij mij, ik weet niet of het zo is, maar het leek zo over te komen op mij dat Shandy even niet wist. Moet ik nou met die gunbars komen en overdozen op dat? Of moet ik gewoon laten zien van ik kan meer dan gunbars? Snap je? Ja. En ja, als gunbars een stijl is, is het dope. Ik bedoel, je hebt in Amerika, heb je T-Rock, je hebt weet ik veel wie allemaal. Dat zijn de, wie weet die andere man? Die noemen ze al de Gunbar Kings, in ieder geval. Gunbar. In ieder geval, als dat je stijl is, ga OD op die shit, wees super creatief ermee en het kan dope zijn. Ja. Niet omdat mensen je kritiek geven van ja, je gebruikt alleen gunbars, moet je denken van ah shit, nee, ik kan geen gunbars gebruiken. Als dat jouw ding is, doe het, wees er gewoon super creatief in en kill het, OD die shit gewoon, fuck it. En breng een pistool mee een keer. Mag ook, als hij maar nep is. Ik kreeg trouwens een hele enge visual bij toen die zei van je bent de part-time linkerbeen van Rafale. Ja, ik heb die wou ook nog gooien. Die was ridiculous. Wat ik daarvan vind is iets wat Kaaskoes altijd deed. Kaaskoes deed aan het begin van de ronde, jij dit en dat. Dat rijmde of niks, maar zo begon zijn ronde. Ja. Dat doet Giant ook. Jij homofiele otter. Gewoon die dingen komen. Gewoon random belediging. Jij part-time linkerbeen van Rafale. Jij mini MC Hammer. Dat is in de rijm niet eens op iets. Gewoon zijn zin begint gewoon met dat. Stront melig, man. Absoluut. Man. Ook met die Kim bars. Jouw kind kan een string dragen. Gewoon. Hou jouw rib weg, jij kan jouw kin neuken. Crazy. Shandy versus Giant. Zullen we naar de cijfers gaan? Yes, sir. Ja, lekker. Shandy versus Giant geef ik Shandy een 4, want choco choco. En Giant een 8,4, want Giant. Want Giant, duidelijk. Toppetje. Excellent. Shandy een 5,5 en Giant een 8,8, man. Oké. Okay. Yes, sir. Timo. Mooi te zien. Shandy op 5,5, Giant de 8,8. Ik vond Shandy niet echt goed uit de verf komen. Hij krijgt van mij een 4. En Giant was zeker 2 keer zo groot, dus hij krijgt van mij een 8. Duidelijk. Hey. En dan Jason, zijn Shandy krijgt een
4,5 van mij, Shandy. Giant een 7,3. Oké. Okay. Dit waren de cijfers, zo meteen hoor je de gemiddelde. En dan hier de gemiddelde cijfers voor de mannen Shandy en Giant. Shandy eindigt met een 4,5. Helaas mede door de choke in de tweede ronde. En Giant, die eindigt met een 8,1. Deze juryleden, deze meningen, is allemaal niet alleen bepalend voor de uiteindelijke uitslag. Dus breng ook je stem uit. Word lid van dit kanaal, dan mis je helemaal niks. En MC Excellent, Kimo, Tim Beumers en Brainpower. We zien jou de volgende keer. En natuurlijk nog even een shout-out naar Jason Bourne, ons gast jurylid. The one million man.